Dit is FIFA en dit is Stu. Maar hoe ziet een combinatie van hun eruit? Daar gaan we deze video naar kijken. We beginnen met Pace. Stu gaat zo meteen in Brawl Stars zijn 100 meter race afleggen. En dan voel ik in deze site in hoe lang het hem duurde. Hij had minder pace dan ik had gedacht. Hij heeft 63 pace. Ja. Laat de FIFA kaart maar zien. Als tweede komt shooting. Daarvoor ga ik en Brian en Wolfie-Wan doen. Twee potjes. En elke goal die ik maak is plus 25 shooting voor Stoes en FIFA kaart. Pot 1. Als derde komt passing. Ik moet de bal zo veel mogelijk keer overpassen met Brian. En elke keer als ik hem naar Brian pas, krijg ik plus 5 passing. Dat doen we in 2v2 knokbal tegen bots. Als vierde komt dribbelen. Zometeen ga ik met Brian in een ronde cirkel gevechten doen. En elke keer als ik hem kill, krijg ik plus 25. Maar als hij mij killt, is het min 25 voor mij.
zo meteen met Sue op goal staan en Brian schiet wat ballen op Doe en ik moet met de super duiken. Hij heeft 50 duiking en aan het einde van de video laat ik de hele FIFA kaart aan jullie zien. De laatste stat is physical. Hier is wat uitleg over physical, want het is misschien een beetje lastig om te begrijpen. 1. Physical betekent fysiek. 2. Physical is eigenlijk een beetje hoe sterk je bent. En 3. Physical is ook een beetje hoe lang je bijvoorbeeld in iets overleeft of ja, gewoon je kracht. Dit is de uiteindelijke FIFA-kaart.